Politieke partijen geïnformeerd over COVID-19 toestand en voorbereidingen verkiezingen. President Boutersen heeft als regeringsleider politieke organisaties in Suriname geïnformeerd over de COVID-19 toestand en de voorbereidingen van de aankomende verkiezingen. De vergadering is in het COVID-19 Management en Mediacentrum gehouden op maandag 27 april 2020. Het staatshoofd is tijdens dit informatiemoment ondersteund geworden door de minister van Binnenlandse Zaken Michael Noor Salim, directeur van dit departement Putri Dewi Amatsu Marto, de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid luitenant-kolonel Danielle Feira, de directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jesserun en de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau Eugène Mercus. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.